Goedemorgen, welkom bij deze markets van BNP Paribas. Ruim een procent in de plus voor de Dow Jones en SP, waar de Nasdaq zelfs 2% kan aantrekken. Ondanks de oplopende inflatie daalde de 10-jaarsrente licht in de VS. En dat gaf weer lucht aan de groei en technologieaandelen. De prijs van olie trok ook aan en bij de eerste cijfers van de banken werd meteen duidelijk dat beleggers vooral naar de Outlook kijken. In de VS lopen vandaag de april- opties en futures af in verband met Goede Vrijdag. En TSMC laat een dikke 35% omzetgroei zien op jaarbasis en de netto-winst nam met 45% toe. In Zuid-Korea wordt de rente met een kwart procent verhoogd wat nog niet echt verwacht werd. In China blijft men steeds meer steden afsluiten nu de covid-besmettingen voortduren. En de Chinese oliemaatschappij Sinook zou voorbereidingen treffen om zich terug te trekken uit diverse westerse landen, en dit uit angst voor sancties. De steeg met 1,2%, Shanghai Composite toch nog anderhalf procent hoger, kospi index bleef onveranderd liggen. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een hogere opening. En bij ons komt Tom Thomas eerste met de cijfers en duikt meteen het rood in. En ook over 2023 verwacht men rode cijfers te schrijven. Op een omzet van 128 miljoen resteerde een nettoverlies van 21,5 miljoen. Wel zitten er diverse deals in de pijplijn. En Nieuwe steen Investment zag het directe resultaat met 8,6 miljoen... wat lager uitvallen als gevolg van minder huurinkomsten. Het indirecte resultaat was 1 miljoen positief. Persaldo resteerde een winst van 9,6 miljoen en energie verwacht een stabiel dividend uit te kunnen keren van 2.16 per aandeel. Op de agenda vandaag rentebesluit ECB en toelichting, belangrijk steunaanvragen uit de VS, ook belangrijk. Verder detailhandelsverkopen, bedrijfsvoorraden en consumentenvertrouwen. En daarnaast hebben we vandaag expiratie van de april opties en futures en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat morgen de financiële beurzen in Europa gesloten zijn. In verband met Goede Vrijdag. Maandag zijn de beurzen in Europa ook dicht, maar in Amerika juist regulier open. Dat betekent dus dat er uh, morgen en maandag geen markets update is. Bij de analisten verhoogt Deutsche Bank het koersdoel op ArcelorMittal naar 48. Advies blijft kopen. Sandfoort zet A-hold op kopen, koersdoel 33. Barclays zet Just Eat Takeaway op kopen en Deutsche Bank zet Randstad op houden. En dan is er komende dinsdag weer een markets update van BNP Paribas.